Hij is geboren en getogen in Wageningen. Op 16-jarige leeftijd vertrok hij naar Paramaribo voor verdere studie. Daar rondde hij het IMIO succesvol af en kreeg zijn eerste vaste baan als magazijnmeester. Sergio Emanuelson. Als kleine jongen had hij al grote dromen. Hij wilde het liefst de medische richting op, of ingenieur worden. Het pakte echter anders uit. Hij werkte al meer dan 10 jaar als assistant accountant. Hij had echter nog meer grote jongensdromen. Vanaf de 5e klas, lagere school, wilde ik altijd een verhaal schrijven. Dus ik had bedacht om te beginnen met een stripverhaal. En het ging over het oog van de meester, maak het paard vet. Het gaat eigenlijk om een jongetje. Die werkte bij zijn baas. En op het moment dat die baas wegging, zag hij dat die jongen eigenlijk niet werkte. Dus op een gegeven moment als hij terugkwam en hij ziet van dat zijn werk niet gedaan werd, dan werd hij boos. Sprak hij dat jongen op een ruwe manier. Van je doet mijn werk niet, ik ga je straks wegsturen enzovoort. Oké, hij bedacht dan een manier, hoe kan ik bij mijn afwezigheid deze jongen dan doen laten werken. Toen kwam hij op het idee, oké, dan ga ik mijn oog eruit halen, op tafel zetten en die jongen laten werken. In 2010 maakte hij van zijn talent gebruik door zich aan een nieuwe uitdaging te wagen. Hij deed mee aan een schrijverscompetitie en belandde in de finale. Huh? Hoe is dat mogelijk? Zijn film De Tip van Beyoncé werd de eerste filmproductie die hij op zijn naam heeft staan. Ik ben altijd iemand geweest die goed kan fantaseren. Ja. Dus als er een bepaald, als iemand iets vertelt, dan verbeeld ik me al hoe het is geweest. Dus of hoe het zal gebeuren. In 2010 bereikte Sergio reeds de 3e plaats van Suripop 16 met het nummer Misashi Atangi. In 2012 schreef hij het winnende Suripop-lied Koloku. Ik wil graag een film schrijven dat uiteindelijk in Hollywood belandt. Het is wel een heel grote droom, maar het is een droom. Je moet beginnen bij een droom. Sowieso. Naast het bedenken van verhalen en schrijven van liedjes, brengt Sergio zijn vrije tijd het liefst door met zijn vrouw Monique, waar hij nu al 14 jaar lief en leed mee deelt. In zijn compositie voor Suripop 18 beschrijft Sergio in een relatie die de nodige ups en downs kent, maar die dankzij liefde, bezinning, vergeving en geloof in stand gehouden wordt. Ik ben Sergio Emanuelson, een van de 12 componisten en mijn lied heet Wan Okasi. Deze lijst heb ik speciaal geprint omdat die musical directors ook een beetje aandacht moeten krijgen, vind ik. Guanavia was vanaf het begin erbij. Het was ook zijn idee, hè? Want hij zei dat ze in Chili zoiets hadden. Waarom we het niet doen hier in Suriname? Guanavia heeft echt zijn stempel ook gedrukt op de Surinaamse popmuziek. Want bij de eerste 6 edities was hij niet alleen musical director, maar ook arrangeur van vele liedjes. Hij maakte ook de opname en zijn invloeden zijn verwerkt. Met andere woorden, hij is ook een beetje, en die Grani moet je hem geven, de grondlegger van die muziek zoals we hem nu kennen.
omdat hij echt daarvoor verantwoordelijk was. Hij was dirigent, hij maakte de opname, hij arrangeerde. Weet je, dus zijn muzikale invloed bij Suripop 1 tot en met 6 was enorm. In elk geval, hij ging naar Nederland en toen eindigde het Suripop tijdperk met Juan Navia. Ja. Hij ging de grote wereld in. En toen moesten we op zoek gaan naar een andere musical director. En die vonden wij in Herman Snijders. Hij heeft gedaan Suripop 7 heeft hij gedaan. Suripop 8 was Etienne Stadwijk. De musical director, helemaal verantwoordelijk ervoor. Toen kreeg je Sonny Couplal. Wat mensen vergeten dat Sonny Couplal ook eens musical director is geweest bij Suripop. Dat is Suripop 9, toen het liedje Acucinta Padamu van Siegfried Gerling had gewonnen. En toen kregen we weer Etienne Stadwijk bij Suripop 10. Toen werd het winnend liedje Efujime no Bende van Guillaume Kreepsburg. Toen nam Herman Snijders weer over bij Suripop 12 en 13. En toen gingen we iets verder en kregen we bij Suripop 14 en 15 Rijn Rier als musical director. Hij is kapelmeester nu, Rijn Rier. Nationaal kapel, politiekapel is hij de dirigent nu. Daarna kregen we Bud Gadum, is ook musical director geweest in 2010, Suripop 16. En laatst gehouden Suripop 17 was het weer in Etienne Stadwijk. En nu hebben we Ernesto van Dal. En geloof het me, ik heb heel veel respect voor Ernesto. Ik heb hem aan het werk gezien bij deze Suripop. Met zijn ziel, met zijn hart, met alles. Hij heeft zich 100% gegeven om deze Suripop 18 tot een goed product te maken. Suripop! Ze doen wel wat met zang erbij. En het is een componistenfestival met Mike Sang. Ik zou zeggen, maar winnen. Maar ik ben daar niet gebleven. Naast u Bob Medley, dames en heren, de presentatoren van de avond. Laatste liedje wordt dan nog eens in je lobby. Pam, 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 pam. Horemi, prasam. Suripop! Ik blijf papa. Een Chapskies productie.